Hey, goeiedag. Ik ben Wouter inderdaad en vandaag ga ik jullie klantcontact voor gevorderd leren. Ik ben inmiddels zo'n jaar lang al accountmanager bij Savvy Managed WordPress Hosting. En hierbij kom ik veel in contact met klanten. Maar ja, het is natuurlijk niet de enige ervaring die ik heb in sales. Ik werk inmiddels al 8 jaar in sales. Ik heb business to business gedaan, business to customer. Ik heb voor goede doelen ben ik langs de deuren gegaan. Oxfam, Novib, noem het maar op. Ik heb vakantiehuisjes verkocht en nu, ja, zoals je ziet, werk ik voor Savvy en doe ik het met veel plezier. Ik ben bij Savvy gekomen omdat ik ooit zelf, zoals Simon net al aankondigde, WordPress websites heb gemaakt. En het leek me leuk om met mijn passie mijn beroep van te maken en vandaar dat ik nu bij Savvy zit. Voor eventuele vragen of opmerkingen, dan mogen jullie natuurlijk na mijn talk met vragen komen. Maar jullie kunnen mij ook altijd bereiken op mijn Twitter of mijn e-mail te sturen op wouter@savvy.com. Tussendoor is het niet zo handig, want dan word ik afgeleid. Dat is nooit handig. Even kijken. Wat gaan jullie vandaag hier leren? Ik ga jullie vandaag leren om betere telefoongesprekken te voeren. Hoe kun je beter contact hebben met de klanten? Wat zijn de do's en don'ts van telefonisch contact? En natuurlijk, hoe krijg je een betere band met degene waarmee je spreekt? Nou, natuurlijk zijn er ook andere dingen waarvoor je het kan gebruiken. Je kan het ook gebruiken, de tactieken die ik bespreek, kan je ook gebruiken voor betere face-to-face gesprekken. Als je eventueel op date gaat of zo, altijd handig. En om een diepere band op te bouwen met vrienden en kennissen. Wie van jullie heeft een eigen shop of iets waarmee die samenwerkt met klanten, een eigen bedrijf? En wie van jullie heeft ook wel eens telefonisch contact, face-to-face contact? Hoe vinden jullie dat? Van jou, als ik jou mag vragen? Ja, goed. Ja? Wat doe je? Ga je vaak, bel je vaker of spreek je liever face-to-face af? Liever face-to-face. En waarom, als ik vraag? Efficiënter. Efficiënter. Nou, dat is een goede keuze. Face-to-face is altijd beter, maar soms ontkom je niet aan. Hè? Soms dan is bellen toch de handige optie. En daar ga ik op in, op dat stukje. Hoe gaan wij dat doen? Ik begin met de preface. Vertellen waarom ik dit ga vertellen. Dan ga ik een voorbeeld geven en aan de hand van het voorbeeld ga ik eigenlijk mijn hele presentatie opbouwen. Dan de voorbereiding van een gesprek. Hoe je goed kan luisteren. Hoe je goede vragen kan stellen en wat de goede vragen zijn die je moet stellen. Hoe je leiding kan nemen in een gesprek. Hoe je een gesprek moet afsluiten. Hoe je rapport moet opbouwen. Met iemand. Rapport opbouwen is een soort van band kweken met iemand. En wat je moet vermijden tijdens een gesprek. Privés. Waarom zou ik gaan bellen? Nou ja, zoals jij al zei, face-to-face is altijd het beste. Maar soms ontkom je er niet aan. Soms dan wordt er gelijk op het moment dat jij net bezig bent met een project, wordt er een formulier op je website ingevuld en dat je denkt van ja, ik moet eigenlijk wel gelijk bellen. Of soms komt het niet uit om face-to-face af te spreken. Ondernemers zijn druk. Jullie werken met ondernemers. Dus is het handig om wel je telefonische skills op orde te hebben. Zijn bepaalde dingen die je wel kan doen. Je kan je intonatie, dus je tone of voice, die kan je aanpassen als je telefonisch belt. En je inhoud, wat je zegt. Daar kan je gebruik van maken. Op het moment dat je alleen mail of WhatsApp gebruikt, dan heb je alleen de inhoud. En intonatie is ook aanwezig als je belt. Dus eigenlijk heb je een grotere kans om beter over te komen op een klant als je intonatie ook goed is. Bovendien kan je snel handelen. Als je eerst moet afspreken met een klant, ja, mag je hopen dat hij tijd heeft. En als je eerst een e-mail stuurt, dan hoop je gewoon dat hij aan het einde van de dag wat geantwoord heeft. Want dat gebeurt ook niet altijd. En als je belt, dan krijg je hem vaak gelijk te pakken. Dus je kan veel sneller handelen. En daardoor ontstaat ook minder miscommunicatie. Het voorbeeld. Nou, dit is Evelien. Evelien is onderneemster. Ze maakt websites vanaf 1500 euro. Ze is een beginner. Dus ze is pas net begonnen en ja, weinig ervaring ook. Nou, dan hebben we Dirk. Dirk is een restauranteigenaar die zegt, ik wil een website hebben van zo'n 1000 euro. Ik wil niet veel betalen, maar ja, hij moet wel mobile responsive zijn, weet je wel. En hij heeft een formulier ingevuld op jouw website. Hoe gaan we dat aanpakken? Beginnen met de voorbereiding. Goede voorbereiding voor een telefoongesprek is als voorbereiding op een reis. Je gaat op reis en je pakt je backpack. Je zorgt dat je van alles mee hebt om voorbereid te zijn op alles. Stel, je gaat naar een afgelegen gebied. Dan zorg je dat je genoeg eten en water mee hebt om lang door te kunnen. Hetzelfde geldt voor de voorbereiding van een telefoongesprek.
Zorg dat je weet waarover je wilt praten. Pak van tevoren een kladblok, iets waarop je notities kan maken. En zet daarop neer de punten die Dirk op zijn formulier heeft geschreven. En de vragen die jij daarmee hebt. Dus zet erop neer van, hey, waarom wil die maar 1000 euro uitgeven? Waarom wil die mobile responsive? Wat zijn de achterliggende vragen van Dirk? Zorg dat je een CRM aanmaakt. Er zijn verschillende opties. Je hebt bijvoorbeeld Pipedrive, HubSpot, hebben allebei gratis versies. Zorg ervoor dat je een eigen CRM hebt waarin je klanten opschrijft en waarin je elk klantcontact noteert. Hoef je niet voor te betalen, zorg wel dat jullie een goed overzicht krijgen van de klant. Zorg voor de goede mindset. Stel, hè, het is 4:30. Je hebt de hele dag lang gewerkt. Je hebt aan een website gewerkt, je zit onderuitgezakt in een... Dan komt opeens dat formulier binnen. Moet je wel zorgen dat je er weer goed bij staat. Zorg dan dat je rechtop gaat staan. Denk bij jezelf van, hey, Evelien, ik ben nu Evelien natuurlijk, ik moet gaan bellen. Ga rechtop staan en ga bellen en zorg dat jij met een goede mindset belt en niet die ingezakte mindset. Zorg dat je omgeving op orde is. Zorg dat je niks afleidends voor je hebt liggen. Als je belt met je vaste telefoon, zorg dat je mobiel ondersteboven ligt. Niet eens trilt als het even kan. Doe je scherm van je bureaublad uit, zodat je geen e-mails binnen ziet komen. Dat is altijd het beste. Als je zorgt dat je omgeving op orde is, word je niet afgeleid en heb je betere gesprekken. Goed luisteren. Laat weten dat je echt luistert. Klinkt logisch, maar ik heb zoveel gesprekken gehad met klanten die tijdens een gesprek gewoon constant niks zeggen. Gewoon echt stil zijn. Dat ik denk van, hallo, ben je er nog? Ben je nog aan de lijn? En zorg dat je af en toe zegt van, oké, ik snap het. Wees tussendoor aanwezig als je een gesprek hebt. Schrijf mee terwijl je belt. Wat ik net al zei, zorg dat je een notitieboek hebt en schrijf mee. Dat is belangrijk. Vat samen. Een goede luisteraar die vat samen. Die laat weten dat hij goed geluisterd heeft. Dus je hebt inderdaad net meegeschreven op je notitieboek. Vat wat je daar opgeschreven hebt en wat je gehoord hebt. Vat dat samen en zeg tegen hem, klopt dat? Dus in het geval van Dirk... In het geval van Dirk moet je inderdaad dan zeggen van, nou Dirk, ik hoorde net van jou dat je een mobile responsive website wilde, omdat tegenwoordig iedereen dat heeft. Zorg dan ook dat je dat tegen hem zegt. En dan zeg je tegen hem daarna van, klopt dat? Wil jij dat inderdaad? En als ze dan beaamt, dan heb je die samenvatting naar hem gemaakt. En dan weet hij dat jij goed naar hem geluisterd hebt. Attitude en aannames. Je moet altijd openstaan. Dus... Wat ik daarmee wil zeggen, en inderdaad zelfs ook met aannames, je moet niet te veel aannames maken. Wat ik daarmee wil zeggen is dat je nooit van tevoren moet denken van, ja, die 1000 euro, ik maak websites van 1500 euro, waarom heeft hij in godsnaam überhaupt dat document bij mij ingevuld? Ja, je moet openstaan voor hem en hem laten praten en wellicht komen jullie wel tot elkaar. Daarom is het belangrijk dat je een goede attitude hebt en geen aannames maakt. Vragen stellen. Nou, dit kent in principe iedereen. Ik wil er toch overheen. Er zijn open vragen en gesloten vragen. Open vragen zijn de beste vragen, eigenlijk in ieder geval. Open vragen zijn de vragen waar de klant niet op ja en nee mee kan beantwoorden. En waarom is het nou zo belangrijk dat je open vragen stelt? Ja, open vragen zijn belangrijk omdat de klant op het moment dat jij een open vraag stelt, die gaat vertellen. Die gaat los. Die gaat alles vertellen wat hij heeft. En open vragen beginnen vaak met wie, wat, waar, wanneer en hoe. En gesloten vragen, ja en nee. Gesloten vragen zijn ook belangrijk. Daar kom ik zo op. Blijf doorvragen tot je alles weet. Nou, op het moment dat je een open vraag hebt gesteld en je hebt het idee dat je nog niet alles weet, ga door, blijf doorgaan met vragen stellen, open vragen stellen, tot en met je alles weet wat de klant wil. Vind de beslissingsfactoren. Is hij überhaupt wel degene die de beslissing mag nemen? Of is hij slechts een ICT-medewerker of iets in die trant? Is hij degene die de beslissingen mag nemen? Nou, kom erachter, stel de vraag. Hey, wie ben jij binnen het bedrijf waarvoor ik de website ga maken? Heb je ook nog een broer die samen met jou het restaurant runt, Dirk? Dat zijn belangrijke vragen. Als je dat niet van tevoren weet of hij degene is die alleen de beslissingen maakt, mis je wellicht wat. En hier weer, vat altijd samen. Gaat nog vaak terugkomen, die samenvattingen. Gesloten vragen die zorgen ervoor dat je aannames bevestigd worden. Dus op het moment dat jij onderhandeld hebt over een prijs, laten we zeggen van Dirk is akkoord gegaan met 1550 euro en ongeveer 30 uur aan werk van jouw kant. Zou het veel zijn voor 1550 euro, dat zeiden. Dan moet je wel met hem zeggen van, hey Dirk,
je bent nu akkoord hè, met die 1550 euro. En als hij een ja zegt, is de gesloten vraag, maar wel een goeie. Want je moet het wel van hem echt gehoord hebben dat jullie dat afgesproken hebben. Dus geef ook duidelijkheid. Leiding nemen in een gesprek. Het is belangrijk dat je in een gesprek ook leiding neemt. Dat is een van de wellicht moeilijkere dingen in een gesprek. Omdat als jij met een klant praat, kan het wel eens moeilijk zijn om de leiding te nemen. Zeker als je een dominant persoon tegenover je hebt, aan de andere kant van de lijn. En vaak, doe ik een aanname, maar vaak restauranteigenaren, dat zijn vaak wel bezige baasjes. Dus Dirk is in dit geval een dominante man. Hoe kun je dat doen? Allereerst moet je zorgen dat je weinig aan woord bent. Jij bent degene die de vraag stelt. Jij praat voor 30%, Dirk praat voor 70%. Degene die het minst praat, die heeft in een telefonisch gesprek de leiding. Jij stelt de vragen. Je bouwt rapport op. Dat betekent ook dat jij op hem let, erop let wat Dirk zegt en erop let hoe hij reageert op bepaalde dingen. Ik ga zo meteen nog wat verder in op rapport opbouwen. Dat is eigenlijk een soort van contact met hem creëren waardoor hij zich veilig bij jou voelt. Er zijn bepaalde trucs hoe je dat kan doen. Je kan van tevoren de agenda vertellen van je gesprek. Dus vertel hem van tevoren, hey Dirk, ik wil het vandaag hebben over jouw formulier dat jij hebt ingevuld en ik wil met jou samen afspraken maken zodat ik jouw website ga maken. Vertel je verwachtingen van het gesprek. Dus vertel hem van tevoren, hey Dirk, ik verwacht ook dat wij er samen uit gaan komen en ik denk dat ik jouw website gewoon voor jou ga maken. Gebruik stiltes in je voordeel. The power of silence. Het is raar hè, als ik opeens zo'n tijdje stil ben. Dat is hetzelfde met een telefoongesprek. Als je een tijdje stil bent, ook in een telefoongesprek, dan is degene die als eerste gaat praten eigenlijk degene die verliest, tussen aanhalingstekens. Je kan stiltes daardoor heel goed in je voordeel gebruiken. Als jij in een moeilijk gesprek zit en jij hebt een tijd lang wat moeten vertellen, dan kun je een tijd lang stil zijn. En als hij dan de eerste zegt, die denkt van wauw, deze awkward silence moet ik doorbreken. Ben jij degene die de leiding heeft? Afsluiten. Hoe sluit je gesprek af? Spreek redelijk voor zich. Je begint met de samenvatting. Je vat natuurlijk samen over waarover heb je vandaag gesproken. Wat zijn de punten die je wil meenemen? Dus wat zijn de afspraken ook die je maakt? En je bevestigt aan hem van, hey, heb ik het zo goed begrepen? Maak altijd een nieuwe afspraak. Zorg nooit dat je ophangt zonder dat je met hem hebt afgesproken van of ik mail je of ik zie je over 2 weken. Dat is belangrijk. En beëindig het gesprek. Easy as that. Ga ik wat dieper in op rapport opbouwen. Je kan rapport opbouwen met iemand. Dat is een Frans woord. Zoals je ziet, dat is 7% woorden. 38% de toon van je voice, dus de toon van je stemgebruik eigenlijk. En 55% je lichaamstaal. Dus als je met iemand in het echt afspreekt, in dit geval met een klant, dan is 55% van je communicatie is bepaald aan je lichaamstaal. Hoe je hem aankijkt, hoe je staat, sta je rechtop, sta je voorovergebogen, kijk je hem recht aan, kijk je weg van hem. Voor rapport opbouwen geldt dus dat je 45% in handen hebt als jij telefonisch contact hebt. Daar kun je best wel wat mee spelen. Dus je kan het zeker per telefoon doen. Je kan onder andere beginnen, een simpele truc, heeft verder weinig te maken met rapport opbouwen, maar wel om te zorgen dat je een persoonlijke band kweekt, is persoonlijke vragen stellen. Waarom ben je ooit begonnen met het restaurant? Hoe lang doe je het al? Wat vind je er zo leuk aan? Wat zijn je plannen voor de toekomst? Heb je kinderen? Dat zijn persoonlijke dingen waardoor hij zich meer verbonden gaat voelen met jou. En jij inderdaad een betere band met hem gaat krijgen. Stemgebruik. Je kan op het begin kan je natuurlijk heel enthousiast gaan klinken en sneller gaan praten. Dat helpt altijd, weet je wel, als je op het begin praat met een klant. En dan merkt hij ook dat je enthousiast bent. Maar als je op het einde wat lager en wat trager gaat praten, dan kom je weer wat dominanter over. Dus als je dan bijvoorbeeld een deal moet maken, kan je stem goed gebruiken ook om rapport op te maken, maar ook inderdaad om een deal te sluiten. Spiegelen en matchen.
Nou, dat is een truc, ik ga er niet al te ver op in. Maar er zijn eigenlijk drie soorten mensen. Je hebt mensen die visueel zijn ingesteld, mensen die auditief zijn ingesteld en mensen die kinetisch zijn ingesteld. En nou ja, dat betekent natuurlijk, ben je iemand die vooral dingen zegt van zien? Of ben jij iemand die vooral op zijn gehoor gesteld is of meer op gevoel? En die mensen die bijvoorbeeld op visueel zijn ingesteld, die zullen altijd praten in de trant van... ik heb wel gezien dat het zo gaat lopen en ik zie mezelf wel daar staan in de toekomst. Die zullen altijd woorden gebruiken met bijvoorbeeld zien. Hoe ze zichzelf, nou, de visies zien in de toekomst. Mensen die kinetisch zijn ingesteld, die zullen altijd zeggen, of altijd vaker het woord gevoel gebruiken. Van, hey, ik voel me daar wel goed bij. Of ik heb het gevoel dat dat goed gaat lopen. Je kan daar ook op inspelen. Je kan, als je goed oplet, kan je... Nou, erachter komen welke mensen die woorden gebruiken, als iemand vaak gevoel gebruikt. En dan kun je dat gaan spiegelen. Je kan bijvoorbeeld vaker het woord gevoel terug laten komen als jij met een gevoelspersoon praat. Interessante theorie, hier kan je echt uren over praten. Ik ga er verder niet al te diep op in, maar mocht je het interessant vinden, dan kun je googlen op spiegelen en matchen. En wellicht dat jullie wat theorie erop over kunnen doen. Wat kan je beter vermijden? Dubbele vragen. Zorg altijd dat je maar één vraag tegelijkertijd stelt. Op het moment dat je twee vragen in één vraag stelt, dan gaat diegene aan wie je de vraag stelt waarschijnlijk alleen de laatste vraag beantwoorden. Want hij heeft geen tijd om alles tegelijkertijd te beantwoorden en het te verwerken in zijn hoofd. Stel altijd maar één vraag tegelijkertijd. Belangrijk. Vul geen antwoorden in. Als jij denkt dat je het antwoord weet van de klant, moet je het niet gaan invullen. Ondanks dat je het denkt. Het is belangrijk dat je dat niet doet. Als je dat doet en je hebt het verkeerd, dan moet hij je gaan verbeteren. En een soort van oncomfortabele stiltes krijg je dan. Dus echt, schiet niet op. Wil je mening geven over iets? Nou, je zit met een klant eigenlijk niet te wachten om jouw mening te geven. En hij zit ook niet te wachten op jouw mening. Je kan het beste gewoon je mening voor je laten, behalve als het echt moet. Als jij echt denkt van, ja, sorry, maar die 1250 euro, wat jij nu wil... Daar kan ik het echt niet voor doen. Dan moet je natuurlijk wel eerlijk zijn. Maar als het gaat over kleine dingen, dan kun je die soms het beste voor je laten. Pitchen. Wat als een van jullie hebben een eigen bedrijf. Wat als jullie de vraag krijgen, waarom moet ik voor jou kiezen? Wat zou je dan zeggen? Jij. Nou, die daarvoor met dat vest. Ja, jij. Waarom zou ik voor jou moeten kiezen? Waarom zou jij mijn website moeten maken? Oké. Nou, dat is op zich natuurlijk een goede reden. Is dat ook het antwoord wat je standaard geeft aan je klanten? Op het moment dat ze dat vragen? Bijna, het is bijna. Want wij houden ons bezig met conversieoptimalisatie. Mm-hmm. En wat wij doen is, wij werken gebaseerd op data. Mm-hmm. We zoeken echt gewoon precies uit waar de verbeteringen zijn waarmee je meer omzet kan maken, genereren in je website. Op basis daarvan doen we aanpassingen en zorgen ook echt dat je meer kan verdienen. Oké. Nou, wat je net deed, op zich natuurlijk heel goed dat je weet wat je kernwaarden zijn en wat jullie sterke kant is. Maar wat je net deed bij mij is, je gaf een pitch. Je gaf, zei tegen mij van, hey, je moet voor mij kiezen, want je conversies gaan omhoog. En wat eigenlijk het beste is om te doen in zo'n geval is te vragen van, wat zijn voor jou de belangrijke dingen? Waarom ben jij naar mij gekomen? En als je op zo'n manier naar iemand toe gaat, dat jij een dominante vraag krijgt van iemand, dus een vraag van waarom moet ik voor jou kiezen, ik heb hem vaak zat gehad, dan vraag ik altijd terug van ja, wat is voor jou belangrijk? Waarom wil jij, nou, ik werk dan voor Seffie, waarom wil jij graag verder kijken? Waarom heb jij naar Seffie gebeld om bij Seffie te gaan hosten? En zo kun je zorgen dat je één, de leiding hebt in je gesprek, maar twee, dat je niet gaat pitchen. Want als je pitcht, dan kom je altijd als wat zwak over en ben je gewoon één van die salesmannen die weer langskomt. Dus pitchen is soms goed aan het einde van het gesprek, maar probeer het zeker aan het begin van het gesprek te vermijden. En eerst achter te komen wat je klant wil. Verkeerde vragen stellen op de verkeerde momenten. Nou, dat heeft te maken met de open en de gesloten vragen. Als je open vragen stelt op het moment dat de gesloten vraag zou moeten zijn, dan krijg je verwarring. Heb ik nog wat trick die ik wilde toevoegen?
wat later even bedacht van, hey, dit is wel leuk. Jullie werken, sommige van jullie zullen jullie eigen website hebben en inderdaad ook websites verkopen. Het is handig om een foto te gebruiken op je website. Mensen kunnen zich vaak vinden in het feit dat jij daar een foto hebt staan. Dan denk je van, oh, dat is wellicht een leuk persoon. Of ze kunnen een bepaald gevoel kan het opwekken als jij een foto hebt staan. Ik heb een heleboel bureaus gezien die geen foto erbij hebben staan. Sommigen hebben het ook wel, maar doe het altijd. En er is een tool om de goede foto te gebruiken. Je hebt een tool, die heet Photofeeler. En wat dat doet, nou, je moet eigenlijk een foto uploaden en dan mag je ratings geven. Dus jij mag andere mensen raten op een businessfoto en jij krijgt zelf een rating terug. Dus in dit geval ben ik hier op competent deze foto. Nou, ik vond het wel een mooie foto. Ik dacht van ja, dit is toch wel een goede foto. Weet je wel. Ik sta in mijn overhemd, oké, wel mijn jas aan. Ik kijk wel stoer. Dit is een goede businessfoto, dacht ik. Dus ik had hem opgeload. Ik krijg op competent maar 25% van de 100. Wat? Hoe dan? En maar 46% van de mensen die vindt me aardig. En ik ben maar 40% influential. Dus ik heb geen invloed. Ik ben kennelijk totaal niet competent. En mensen die mogen mij ook niet. Shit. Nou ja, kennelijk moet ik wel een goede foto kiezen op het moment dat ik iets op mijn website kies. Dan heb ik de volgende foto. Dat is maar 9 maanden geleden. Dus ik heb wel iets aan mijn uiterlijk gedaan. Alle eerlijkheid natuurlijk. Deze foto is gemaakt door een professionele fotograaf op het kantoor. En hier op deze foto waar ik lach, waar ik in de camera kijk, krijg ik opeens op competent 80%. 87% vindt mij leuk. En 83% die vindt mij influential. En dat alleen maar qua verschil van de foto. Ja, kijk, het kan natuurlijk mijn baard zijn. Hè? Eerlijk is eerlijk, dat weet ik niet. Maar ik vond het wel bizar. En dat kan je op fotofielen dat kan doen. Dat is heel interessant. Goede tool om te gebruiken als je je eigen website hebt. Als je erachter wil komen welke foto voor jou goed is. En je kan die onder andere ook gebruiken voor social. Als je bijvoorbeeld een datingfoto wil testen, kun je dat ook doen. Maar ook voor een businessfoto in dit geval. Nou, samenvattend. Wat gaan jullie nou vandaag doen? Bereid je gesprekken goed voor, alsof je op reis gaat. Leer luisteren. Het is echt een kunst om goed te luisteren. Dus luister goed naar de klant. Stel de juiste vragen in de juiste fase. De open vragen en de grote vragen. Neem de leiding in een gesprek en zorg dat je niet aan het woord bent. En vat altijd samen. En dat was het. Ik hoop dat jullie er allemaal mee aan de slag gaan en bedankt voor jullie attentie.